Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. De altcoins zijn aan het bloeden. Bitcoin doet eigenlijk praktisch niets. Gisteren was een non-event. Er is een kap -and op de S&P 500. Wat gaan de koersen doen? We gaan het bekijken in deze video. Kun je de content waarderen? Vergeet het dan niet te liken, de video dan. En abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En zo blijf je op de hoogte van de nieuwste updates. En laten we kijken of we die 500 likes kunnen halen, jongens en meisjes. De extreme veer zit nog steeds rond de 12 en dat blijven we een beetje hangen. Um, ja, dat, je zou toch zeggen dat we een keer een bounce moeten krijgen, maar we blijven voorlopig zijwaarts. Gisteravond was er dus de Fed minutes en eigenlijk. Is het vrij bearish en slash hawkish wat ze zeggen, maar het is in feite ook weer niets nieuws ten opzichte van wat ze al eigenlijk eerder hebben gezegd. En waarschijnlijk is dat ook de reden waarom het gewoon een beetje non-event was. Er was op de lage timeframes wel wat volatiliteit, up-down, up-down, en uh, uiteindelijk is een kap en hendel gevormd. En daar gaan we zo naar kijken. Dan nog even een waarschuwing: de CFO van Celsius die is gearresteerd voor money laundering, witwassen en andere dingen. En ja. Uh, wie weet wat dit gaat betekenen voor Celsius. Betekent dit meteen dat het een slechte uh, plek is om je crypto neer te zetten? Niemand die het weet. Het is nog even afwachten wat hier uh, ja, gaat gebeuren eigenlijk. Maar ik zeg wel altijd: not your keys, not your coins. Alles waar je je uh, crypto neerzet, waar jij niet de private keys tot hebt, dat is niet van jou. En laat zoals het bijvoorbeeld ook bij Coinbase een uh, bericht in een van hun documenten staat: dat als zij ten onder gaan, uh, zij jouw crypto. Ook eigenlijk meenemen en zullen gebruiken om uit te betalen. Zoiets was het in ieder geval. Ze zeggen dat dat uh, ja, waarschijnlijk niet zal gebeuren, maar goed, je weet het nooit. Nogmaals, not your keys, not your coins. Dan het aantal Bitcoin-adressen met een balans van 10.000 of meer. Dat is aan het groeien, ondanks de daling. Dus sinds november 21. Um, was het eerst wat zijwaarts, daarna zijn die wel afgenomen. Maar eigenlijk sinds uh, februari 22 is dat eigenlijk best wel hard aan het stijgen. Dus de wils zijn in ieder geval aan het bijkopen. He, dus wat je vaak ook ziet gebeuren, is dat als de koers helemaal naar, uh, naar beneden gaan eigenlijk aan de dalen zijn dat mensen in paniek verkopen. En nou, over het algemeen zijn dat de momenten waarop de big boys bijkopen ook op Glassnode is dat te zien. De adressen met 100 tot 1000 bitcoins, die zijn ook aan het stijgen sinds een maand of drie. Dus ook hier zien we dus een stijging in het aantal veels. Dan Terra Luna 2.0, wat de Luna is going on. De stemming is geslaagd, uh, maar het is geen hard fork, dus ze komen met een nieuwe chain. En uh, 65,5% stemde voor Terra 2.0, wat dit allemaal gaat inhouden en betekenen in de toekomst of dat het weer gaat slagen. Ja, niemand die het weet, maar ze gaan het in ieder geval proberen en er zijn verschillende beurzen die de swap zullen ondersteunen, want de oude tokens die je hebt, die zullen niks meer doen. Dat wordt Luna Chain Classic en uh, de nieuwe Luna tokens, uh, tenminste de oude Luna token holders, die krijgen dus een airdrop van de nieuwe token. En hoe ze die eigenlijk gaan noemen, weet ik eigenlijk even niet. Um, maar goed, verschillende beurzen die zullen het ondersteunen, waaronder ook FTX. Dus als jij Luna hebt staan op FTX, dan kun je dus ook, uh, zij zullen ervoor zorgen dat jij de nieuwe Luna krijgt. En Luna, die, uh, de oude Luna token, gaat dus uh, Luna uh, Classic heten, L-U-N-C. PostNL lanceert crypto-postzegel. NFT. Dus NFT business is ook niet weg te slaan uit de cryptocurrency wereld natuurlijk. Je kunt nu weer opnieuw postzegels verzamelen, alleen dan digitaal. Je kunt dus een crypto stamp kopen, zoals ze dat noemen. Het bestaat uit twee onderdelen. Een NFT QR code, waarbij je dus een uh, digitale code hebt van de uh, postzegel. En je krijgt er ook een fysieke postzegel bij die je kunt gebruiken. Dus postzegelverzamelaars in de cryptocurrency scene, verzamel je en koop ze. Geen idee. Hoe dan ook, um, Bitcoin, cryptocurrency, ook al is het een bear market, het is niet weg te slaan. Um, nou, ik denk dat ik het hier eigenlijk wel mee eens ben. Andrew en and Horowitz verwacht gouden crypto-eeuw. En ondanks dus dat de prijzen omlaag gaan, is er veel interesse. Niet voor niets wordt er nog steeds zo'n 4,5 miljard opgehaald voor het cryptofonds, die ze weer gaan inzetten om crypto-projecten op te kopen natuurlijk. Dan, Centraal Afrikaanse Republiek bouwt een crypto eiland. Dus zij gaan hier een uh, crypto hub bouwen. En zo zie je dus ook dat langzaamaan dat meerdere landen cryptocurrency en in ieder geval bitcoin gaan. Ja, dat gebruiken ze gewoon. Ze gaan het gewoon gebruiken. We zagen het in uh, El Salvador. Uh, de, de car die gaat het gebruiken. En laatst was er ook een meeting, natuurlijk in El Salvador met 44 andere landen slash centrale banken. Het zal verder gaan. Um, ja. Ik vind het mooi om te zien hoe dit eigenlijk, die adoptie eigenlijk verder aan het groeien is. En als laatste, je kunt dus ook een huis kopen met Cardano, XRP in Brazilië. Uh, een van de grotere vastgoedbedrijven daar, die accepteert dus Bitcoin en Cardano voor transacties als je daar een huis koopt. Ook hier meer adoptie en goed om te zien de grafieken. Dus voor de SP 500 eigenlijk nog steeds in het neerwaartse kanaal. Uh, het lijkt hier te willen gaan uitbreken. Op de lagere timeframes was er dus gisteravond ook weer veel volatiliteit. Hier bij de Fed Meeting Minutes een uh, pump omhoog, een dump omlaag, een pump omhoog en daarna heeft het verder doorgepakt. En je ziet het hier waarschijnlijk ook al. We zien hier een kappenhandel. Die is ook uitgebroken, dus de hoop was dat Bitcoin daarin mee zou doen. Heeft het niet gedaan. Gisteravond zijn we iets verder gaan. Nu zien we dus een mooie hertest, maar die beurs is gesloten. Gaat vanmiddag weer open, dus to be continued. Gaan we dus een mooie hertest krijgen en door naar boven? Kan het Bitcoin daarin meenemen? Dat is natuurlijk de vraag, want ook hierin eh, bij deze uitbraak naar boven ging Bitcoin eigenlijk juist omlaag. Een ander puntje van hoop. Is de NDX, de NASDAQ dus ook dit nog steeds een neerwaartse kanaal? We zien hier potentieel een ugly uh, double bottom. En zelfs als het geen double bottom is, dan is hier toch een weerstand die wordt meerdere malen getest en die zal een keer gaan breken. En wellicht, ja, dit is eigenlijk een beetje, nou, ik zou dit geen kap noemen. Je zou het zeggen, kunnen zeggen, een lelijke kap en handel. Hoe dan ook, het belangrijkste is dat die weerstand breekt. En als die kan breken, dan zou het Bitcoin mee kunnen nemen. En het mooiste zou zijn als ze natuurlijk ook. Um, boven deze neerwaartse lijn komen. Maar goed, het zal zich moeten bewijzen in de komende uren. In ieder geval vandaag en morgen. Dan Bitcoin. Ja, niks aan toe te voegen eigenlijk. Dit is gewoon een zijwaartse beweging in een range tussen de 30.007 en 28.6. En er valt ook wel wat voor te zeggen dat dit nog steeds wellicht een, een, ja, een symmetrische driehoek is. Wat kan worden gezien als een bearish pennant. Daar kun je ook wat voor zeggen. En dat is een continuatiepatroon. En dan zou je dus gauw weer op de 25 tot 24 zijn. En breken we naar bovenuit. En zeker die 30,7 breken. Dan kunnen we kijken richting de 35.000 dollar. Eerst 33, 34, golden pocket 35. En als we dus heel sterk stijgen richting de 37,5 daar boven komen. Niet heel waarschijnlijk, maar dat zijn in ieder geval de targets. Lage timeframes, ja, dus ook hier zie je duidelijk weer in de range. De trade setup van gisteren hier, ja, die was mislukt, want ze zijn naar beneden gezakt. Heeft een klein verlies opgeleverd. Um, maar in andere altcoins, zoals Atom, hadden we een hele mooie setup. Die uh, heeft wel mooi doorgezet. En er was er nog één, maar die ben ik kwijt. Maar ook hier op de lage timeframes zien we voor Bitcoin. Consolidatie. Het is een evenwichtpatroon. Low, high, higher low, low, high, higher low, low, high, high low. En dat zal een keer gaan uitbreken naar boven. En dan zouden deze weer aan kunnen tikken naar beneden. En dan gaan we die weer aantikken. En vanuit daar is het kijken: gaan we zo verder of gaan we zo verder of krijgen we weer een bounce hier omhoog? Kan rustig zijn dat we hier gewoon in blijven bewegen, natuurlijk. Um, al nogmaals wat ik gisteren zei: de bovenkant is heel vaak getest. De onderkant is verschillende keren getest. Iets moet zal gaan breken, een keer. Dit kan natuurlijk niet altijd zo blijven doorgaan. Ik hoop dat hij uh, dit weekend gewoon wel uh, lekker binnen de twee blauwe lijnen uh, blijft, zodat we een lekker rustig uh, hemelvaartsweekend kunnen hebben. Wil je traden? Dan kan dat natuurlijk op FTX. Je kunt hier een heleboel orders gebruiken. Eh, dat maakt het ook zo fijn daar. Is 400 mensen gratis 25 dollar aan trading fees. 5% korting op je trading fees voor de rest van je leven. En rechtsbovenin vind je een review over waarom ik er fan van ben. Wil je leren traden? Doe dan in ieder geval de gratis kennismakingscursus. Dan leer je wat traden is en wat je ervan kunt verwachten. En als je je eigen analyse zult maken, kun je natuurlijk deel 1 doen. Een uitgebreide basis van A tot Z. En in deel 2 leer je short gaan, long gaan en een aantal tools om een betere trade te maken. Worden en in de Premium Discord groep kun je een weekje meekijken met de updates die ik plaats naast de video's. Dan de bitcoin dominantie, die is dus ook flink aan het stijgen. Uh, de altcoins die nemen toch een goede uh, die krijgen een goede tik vanochtend. Eén. De bitcoin dominantie is aan het stijgen. Maar dat is ook in reactie op de uh, Ethereum Bitcoin paar. Dus wat, er zijn wat problemen met de Ethereum Beacon Chain. Uh, er is een reorganisatie geweest die we al jaren niet hebben gezien niet heel positief en daarin uh, lijkt dus wat vertrouwen te worden verloren daarin en deze is dus goed aan het dumpen en het neemt ook zo te zien de altcoins mee ethereum zelf uh, heeft dus ook de opwaartse lijn verbroken dus dat is bearish maar in the end zou je ook kunnen zeggen ja ethereum volgt vooral bitcoin is alleen zwakker dan bitcoin uh, dus ook hier eigenlijk een zijwaarts kanaal met hier de top rond 21,15. En hier een uh, support op 19,04. En dat breken. En dan gaan we door richting de onderkant van dit neerwaartse blauwe kanaal. Dus Ethereum ook hier eigenlijk zwak. En er waren geen verzoekjes voor de altcoins. Dus ik uh, heb ook niet heel veel om mee te nemen daarin. Uh, de trade van gisteren. Hier zagen we bijvoorbeeld Atom. Die bewoog hier en ook hier in de zijwaartskanaal. Had een beervlek kunnen zijn. Heeft inmiddels ook de beervlek-target gehaald. Dus het was hier of long gaan richting de 1115. Of een short vanaf de 1096 richting de volgende target, 1062. Nou, die zijn ook behaald. Er was zelfs een tweede kans toen de koers hier eigenlijk omhoog bounce weer terug naar die 1094. En uiteindelijk weer door is gegaan naar beneden. Um, ja, dus nou ja. Je ziet er eigenlijk ook al eh, Matic min 5%. Eh, hier ook GMT 5% omlaag. Atom nog wat zwakker, geloof ik hier. Dus altcoins die nemen een goede dip hier. Omdat Ethereum versus Bitcoin eigenlijk aan het afnemen is. De Bitcoin-dominantie neemt toe. En Bitcoin is zelf ook nog eens aan het dalen. Dus dat betekent dus dat de altcoins eh, nog wat harder dalen. Ook al is het mijn kleine daling op eh, Bitcoin. Zorgt het er dus voor dat de altcoins twee keer zo hard mee naar beneden gaan. Hoe dan ook. Um, dat was het voor deze video. Ik zou zeggen, geniet van je hemelvaartsweekend. Ga leuke dingen doen. Stap van die schermen weg. In ieder geval tot deze range zal gaan breken. Happy trading. Een heel fijn paasweekend. Paasweekend. Hemelvaartsweekend. En tot volgende week maandag weer.